om inleggen. Nou, het projectje van deze week. Dit wordt ingeheel. Nieuws en blijven. Mooi nog wat te knooien. Er zijn altijd mensen die het mooiste werk hebben. In de blubben. Maar ook hier is het niet gek dat het allemaal niet meer goed is. Het is helemaal vergaan. Ik kan die tussenmuur eruit. Nou, zoals je kunt zien zijn we dus druk begonnen daarachter. Met een groot zwemvijver. 150.000 liter water. Nou, we werken eigenlijk altijd met de vaste materialen en dergelijke. Dus ook onze bouwmaterialenleverancier is vandaag hier. Dan komt de vrachtwagen daar achteraan. Kijk, even zien. Daartussen. We gaan nou de blokken hier neerzetten. En dan kunnen we ze met de bus op locatie rijden. Nou ja, goed. Mooie klus. We hebben vandaag mooi weer. Vandaag geslopen. Demontage. De muren tussenuit. Folie eruit. Vijvers zijn bijna zo goed als leeg. En dan beginnen we morgen met de opbouw van de nieuwe muren. Er komt een bank in. Dus ja, weer leuk werk. En nu eerst maar eens eventjes bouwmateriaal uitladen. Zo, we zijn inmiddels wat verder. Bakje met blubben. Een beetje regen erbij. Deze is ook leeg. Deze muur gaat het dus uit. En dan deze. Daar was het allemaal om te doen. Maar dat is natuurlijk ook niet gek. Niks geen ezen, niks in. Ah, ik hoop wel weer goed. Daarachter ligt alle folie. Zo. Het is een muurtje wat de auto is uitgehaald. Dat puin verdween daar onder in de bank. Die we maken. Allemaal blubben. Zo, we zijn dan eentje verder. Muurtjes weg. Dat wordt de afschot. Daar wordt gegraven voor het muurtje voor het zitgedeelte. Hier wordt gegraven voor de nieuwe muur. Voor de vijver. Ah, het regent een beetje. Zo, goedemorgen. Dag 2, een project. Wijziging in de bouw. We gaan dus nu de bank groter maken. De bank komt nu nog een 4 meter breedte bij. En zeker nog een lengte of 3. Wat een heel grote oppervlakte wat er nog bij komt. Dus constructief verandert er dan het een en het ander. Nou goed, we gaan nu even blokken laden. En betonplaten laden. Zodat we de eerste meters kunnen gaan metselen en lijmen. Dus ik hoop dat het vandaag een beetje droog blijft. Maar dat moet goed komen. Zo niet, we hebben de tent bij ons, dus we kunnen de tent opzetten. Maar nu is eerst eens eventjes blokjes laden. Zo,
Dag 1 zit erop. Heel ander aangezicht al. Dat was dus de nieuwe muur. Een heel ander gezicht. Zo. Geankerd in de muur. En dan wordt de beton rond hem ingestort. Beetje regen. Oh. Vanuit de bus. Hier zit de schuil in het busje. Voor de regen. Toch van waar staan we voor? Kijk het in 4 uur. Zo, goedemorgen, dag 3. Het is nog heel vroeg, het is 6:30. Dat we gisteren eerder moesten stoppen van de regen, zijn we vandaag eerder begonnen. Nou, je ziet daar achter die muur. Ik zal even de camera draaien. Deze muur stond natuurlijk helemaal rond. Dat is de siermuur en niet de buitenmuur. Dus die gaan we vandaag opzetten. Er komt een dubbele muur voor langs. Nou, dat is allemaal op hoogte. Daar komen de tegels in. Vandaag eens even een paar metertjes weer maken. Nou, we zijn bezig met de bank. Aap is bezig met de afwerking. Deze bank, die voorste tegeltjes liggen iets schuin voor je knie. Zo, dit tegeltje erin. Terras. Trap. Terras, mooi, kun je zitten. Hoppakee. Hier een knikje in voor je knieën. Hier de hoogte van de knie, dat is iets afloop. Daar halverwege loopt het ook naar het diepe gedeelte. En nu gaan we dit herstellen. Dat worden RTS platen. Nou. Zo, een paar uurtjes verder. Deze muur staat nu recht. Werken. Zo doen we dat nu. Betonblokjes halen van de kant van de weg. Het busje op locatie voor mijn vriend. Het scheelt een heel stuk. Hier weer lopen met kruiwagen. 100 blokjes. Nou, voor zover deel 1 van de vijfverbouwing, zwemvijven. Volgende week deel 2. Vandaag is zaterdag, dagje rustig. De bus leeghalen, want alle oude folie dat moet natuurlijk weggewerkt worden. Dus dat is nog mogelijk stinkend klusje. De bus staat helemaal vol. Je neemt natuurlijk ook wat ongedierte erbij mee, zoals allerlei spinnetjes en andere aanverwante weesjes. En een heleboel blubber en dat stinkt. Dus de bus zo dadelijk lekker schoonmaken. En dan volgende week komt de folie in. En dan de randafwerking erop. Dus bedankt voor het kijken van dit deel. En tot volgende week.